Goedenavond, ik ben Alice en ik sta hier in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag, aanwezig bij de première van de voorstelling Art, met als allerbelangrijkste vraag: is dit kunst? En dan wil ik eigenlijk aan jou de vraag stellen, want ik heb hier een wit doek en daar gaat eigenlijk de voorstelling over. Zou je dit witte doek als zijnde kunst bij jou in de woonkamer hangen? Ik heb eigenlijk vrij veel witte muren, dus of hij dan goed uitkomt, dat is dan weer even de vraag. Maar ik hou er wel van. Zou je dat zelf thuis ophangen, zo'n schilderij? Wat helemaal wit is? Weet ik niet of het interessant is wel. Ik zou Rosa vragen om er iets moois van te maken. Ik denk dat het heel goed staat. Ja, ik hang het op. Ja. Ik heb er vier thuis. Moet ik er niemand zeggen? Nee. Nee. Wat zijn je verwachtingen dan? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er eigenlijk vrij blanco, ga ik erin. Ik ben heel benieuwd naar de acteurs. En dat vond ik een goede cast, dus daarom heb ik me ingeschreven op deze première. Want daar begint het natuurlijk mee. Een goed stuk en een goede cast. Ik denk dat het heel leuk is, dat het heel energiek is en geestig en heel veel jongenshumor van die drie gasten. En dat denk ik eigenlijk. En volgens mij wordt het heel leuk, want ze waren heel enthousiast en het zijn goede acteurs. Dus ja, mijn verwachtingen zijn hoog gespannen. Mijn vriend Serge heeft een schilderij gekocht. Een doek van ruim 1 bij 1,5. Reactie is, ik ben onwijs enthousiast. Ik heb echt zo gezitten kijken, omdat er gaat zo'n energie uit van de voorstelling en van alle drie de acteurs. Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het heel leuk en het is ook wel wat ik dacht, dat het samenspel van hun zo goed werkt. Zou ik een wit doek ophangen? Nee. Maar misschien begrijp ik gewoon veel te weinig van kunst. Nee, die is hetzelfde gebleven. Ik zou er ver vandaan blijven in dit geval, ja. Ik heb in ieder geval een topavond gehad. Fantastische voorstelling. Ik zou hem zeker gaan zien. Ik heb nog één laatste vraag voor u. Zou u dit thuis ophangen?